Uitleg leerjaar 3, hoofdstuk 4, paragraaf 3, de Koude Oorlog op zijn kookpunt. En we kunnen één kookpunt echt aanwijzen. Als het zijnde dat de thermometer bijna ontplofte van de hitte. En dat is de Cuba-crisis in de jaren 60 en 1962 om precies te zijn. De Verenigde Staten en de Sovjet-Unie grijpen beide naar de rode knop. De beruchte rode knop. Als waar men daarop drukt dat dan de boel um, ja, gelanceerd gaat worden. En met de boel bedoelen we dan... De atoomwapens die uh, beide partijen inmiddels hebben. Nou, wat, is er de, wat staat er centraal in deze paragraaf? Hoe werd die Koude Oorlog bijna een echte oorlog? Dat is dus de hoofdvraag en de deelvragen zijn: welke sociale en economische verschillen waren er tussen de BRD, dat is West-Duitsland, en het Oosten, dat was de DDR? Waardoor leidde de Cuba-crisis bijna tot een de derde wereldoorlog? En hoe verliep de oorlog in Vietnam nou? Dus we hebben eigenlijk twee kookpunten. In deze paragraaf centraal staan de Cuba-crisis en de Vietnamoorlog. En het kenmerkende spek wat nog steeds centraal staat, het hele hoofdstuk door, is die verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een wapenwatloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog. Niks anders, we hebben twee verschillende kampen als het ware. We hebben een kamp dat is voor het kapitalisme, dat hoort met name bij Amerika. We hebben een kamp dat hoort met name bij het communisme en dat is onder leiding van de Sovjet-Unie. En die twee moeten meer wapens produceren dan de ander, dus ze krijgen een wapenwaardloop, een wapenrace. En het gaat dan om met name het produceren van zoveel mogelijk atoomwapens. Want daarmee kun je de anderen natuurlijk ja, onder schot houden, um, rustig en koest houden. Nou, even een korte herhaling. We hebben het de vorige paragraaf ook bekeken. Een koude oorlog is met name tussen het kapitalistische en het communistische tussen 1945 en 1989. En we hebben dan de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie tegenover elkaar staan. En we kunnen Europa in, laten we voor het gemak, even drie delen opsplitsen we hebben een deel dat hoort bij het westerse gedeelte, dus het Verenigde Staten uh, clubje onder leiding van uh, de Verenigde Staten. Dus zij horen tot het, de NAVO en uh, zijn aanhangers van het Marshallplan of gebruikers van, want Amerika schrijft dat plan natuurlijk uit en geeft die economische steun aan de, de landen die blauw gekleurd zijn. En we hebben de rood gekleurde landen daar waar de Sovjet-Unie de basis is en daar heerst het communisme, de tegenhanger van de NAVO. Dat is het Warschau pact en een van de hoogtepunten van um, de Koude Oorlog in Europa is dan de blokkade van Berlijn, als de Sovjets de grens daar dichtgooien omdat ze geen zin meer hadden in de Amerikaanse bemoeienis in hun gedeelte van uh, Duitsland, want uh, Duitsland is in twee gesplitst uh, na die oorlog. In feite eerst een vieren van een Frans, een Engels, Amerikaans en Sovjetdeel. Later is dat invloedsfeer geworden. Dat wil zeggen dat de Amerikanen het westelijke gedeelte van Duitsland onder invloedsfeer hadden staan. En het oostelijke gedeelte dat stond onder leiding van de Sovjet-Unie. En ja, Stalin vond die fijn dat uh, die uh, Amerikanen allemaal rond begonnen te rennen, dus die heeft het Berlijn dichtgegooid. Mocht je dat niet helemaal begrijpen, kijk dan even het vorige filmpje terug, want daar weet je precies hoe het zit. En de Witte landen die houden zich even afzijdig in dit hele verhaal. Die hebben weinig zin om daar uh, zich mee te bemoeien. Denk aan dat neutrale Zwitserland, wat vaak geroepen wordt. Nou, We hebben dus een BRD en een DDR. Een Bundesrepubliek Duitsland en een Duitse Democratische Republiek. En Bonn is de hoofdstad van de BRD en Oost-Berlijn is die van de Duitse Democratische Republiek. En beide landen vormen dus geen eenheid meer. Het zijn twee aparte Duitslanden. Onthoud dat goed, dat is heel belangrijk. In West-Duitsland krijgen we het Wirtschaftswunder, zoals in het boek mooi genoemd staat. Dat is niks anders dan dat met de hulp van dat Marshallplan, dat die uh, West-Duitsers, West-Duitsland, het steeds beter gaat krijgen op economisch gebied. Hè? Het gaat goed uh, de welvaart die gaat echt uh, lekker snel groeien, net als eigenlijk in de andere West-Europese landen. Want ja, Amerika haalt die landen na die oorlog weer bovenop. En dat doen ze um, goed, waardoor mensen weer vertrouwen krijgen, economie groeit weer. En Amerika heeft dan natuurlijk de, de, um, hoe zeg je dat, de mooie opbrengst, dat ze natuurlijk wel handel kunnen drijven met de Europese landen. Dus ze kunnen ze weer geld aan verdienen. Want een arm Europa, daar geeft Amerika niks aan. Hè. We moeten kunnen handelen. En als ze gehandeld kan worden, dan kan er ook geld verdiend worden. Maar in Oost-Duitsland en al die andere Oostbloklanden. die onder leiding staan van de Sovjet-Unie. daar is de economische ontwikkeling heel anders. Daar is helemaal geen vooruitgang. want er is in één partijstaat. het communisme met die beroemde plan-economie. die we in hoofdstuk 3 hebben gezien. En er is echt absoluut geen sprake. van uh, ja, het, het, het wonder. wat ze in West-Duitsland uh, hebben gehad. Men moet hard werken voor een laag loon. en op het moment dat je protesteert daartegen. Dan kom je dus in de gevangenis te zitten. Dan gaat de Statie. Dan is de geheime politie die hier gaat onderzoek doen. En 9 van de 10 keer als je verdacht werd van het ondermijnen van het gezag. Dan kreeg je meestal een ticket naar een van de gevangenissen of kampen. En die waren in de tijd ook overvol met politieke tegenstanders. die voor eigenlijk niks anders dan vrijheid opkwamen. Ze probeerden een beter leven te realiseren voor zichzelf. Maar dat hebben ze dan vaak met een gevangenisstraf moeten bekopen. En. Uh, er was eigenlijk een heel netwerk in de Duitse Democratische Republiek en ook in die Oostbloklanden. Um, van mensen, van verklikkers die dingen gingen doorgeven. Je mag het een beetje vergelijken, net als in die Tweede Wereldoorlog. in Nederland zijn er ook natuurlijk een aantal uh, Joodse families uh, opgepakt. Um, en dat is ook gebeurd omdat mensen ze verraden hebben. Nou, dat gebeurt hier in principe ook. Men klikt, klik, klikt. dat komt dan bij de juiste personen terecht. Um, en dan uh, ben je natuurlijk de neut. En dat geldt dus ook bijvoorbeeld voor ja, je buren. Als je goed, goed contact hebt met je buren. Uh, en die uh, horen dat jij iets zegt wat niet mag. Nou, dan verklikken die dat door aan die statie. En die komen dan vervolgens jou oppakken. En die gaan hem eens eventjes uh, flink in de tand voelen. Maar het gebeurde ook tussen collega's. En ook nog tussen klasgenoten. Moet je je voorstellen dat een van je klasgenoten um, jou hoort zeggen dat je het bijvoorbeeld niet eens bent. met het beleid in uh, Oost-Duitsland. Dat je geen zin hebt in die hele democratische republiek. Want het is niet democratisch. En een klasgenootje hoort dat, en die speelt dat weer door aan zijn ouders, en zijn ouders die geven dat weer door aan de uh, rechthebbende persoon, dus de mensen in, binnen die staatspolitie. En dan hang jij op een gegeven moment in de prijzen. Dan heb jij dus een probleem. En je moet je goed beseffen: de angst zat daar heel erg goed in. Heel erg goed in. Dat ga je ook wel zien in het volgende gedeelte. Want na de dood van Stalin hoopte men in dat oosten van uh, Europa en ook in het DDR dat het wat beter zou gaan. Men krijgt ook. Um, een opstand voor de kiezen, want de regering gaat daar de lonen verlagen. En de stagepolitie en het leger die traden daar heel hard op. We zien hele uh, markante foto's. Het zijn gewone mensen, mensen die geen wapens in de hand hebben. En wat staat er tegenover? Een, nou ja, een tank. En een tank is niet uh, bedoeld uh, als uh, feestelijke uh, uh, hoedanigheid. Nee, een tank is bedoeld om um, te forceren om dingen op te kunnen blazen met, de, met het geweer, met de um, kanon op de voorkant. Dat is dus niet iets wat je eigenlijk inzet uh, om mensen uit te drijven. Nou, dat is dus een flinke gebeurtenis in uh, die DDR. En men denkt dat die dood van Stalin daar natuurlijk mee te maken heeft. Drie, drie jaar later krijg je in Hongarije, gaan ook die arbeiders en studenten daar in opstand komen. En die eisen het vertrek van al de... Um, Russische uh, mensen, de Sovjet-mensen. De Sovjet en ze willen graag vrije verkiezingen hebben. En dit is een van de meest markante beelden. Hè. Stalin stond daar rood op een stokkel. Heel goed beeld natuurlijk in al die uh, landen, want dat was de grote man van de Sovjet-Unie. Naast Lenin natuurlijk, naast Marx. Uh, maar ja, hier waren ze toch uh, niet meer mee eens. Dat beeld hebben ze uh, onthoofd en uh, nogal bewerkt. Uh, ja, Opgeschopt, geslagen, gespuugd. En ook nog een verkeersbord uh, in uh, geplant. Want ze waren het niet meer eens met dat beleid. Ze wilden daarvan af moeten ze dus afgelopen zijn met die onzin. Nou, ze blijven uh, hopen op het hulp van het westen, maar die hulp die blijft uit. En dan kun je zeggen: hoe verklaar je dat nou? Waarom gaat het westen dan nou niet helpen als ze zien dat die mensen daar het niet goed hebben? Nou, ja, is, de reden is eigenlijk heel simpel. Waarom grijpt het westen en dan met name Amerika niet in? Nou ja, we hebben geen zin in een nieuwe wereldoorlog, want er zijn nieuwe wapens op de markt gekomen. Die atoomwapens. Als de Sovjets in gaan zetten, dan hebben we een probleem. Dan krijgen we heel veel uh, bijkomende schade. Zoals we gezien hebben in Hiroshima, en Nagasaki. En die hebben we natuurlijk geen, uh, geen zin in. Plus Hongarije ligt in de invloedsfeer van de Sovjet-Unie. En men uh, ja, heeft geen zin om daar de uh, stennis te gaan schoppen. Want het is in principe ja, onderdeel van die Sovjet-Unie. En dan ga je natuurlijk niet voor maar eventjes naar binnen walsen. Hetzelfde als je bijvoorbeeld bij de buren van allerlei rare dingen hoort. Die zijn daar een. Uh, Zeggen ze even iets, een wieplantage aan het verbouwen. En jij rent daar eventjes naar binnen, dan krijg je zeit mee. Dat willen ze niet, want jij moet wegblijven daar. Want het is hun huis en daar heb jij niks mee te maken. En dat is een beetje hetzelfde idee. Zoals wat je hier ook ziet. Die uh, Amerikanen die durven daar niet binnen te rennen. Want dan krijgen ze een hele hoop kogels en bommen en granaten om hun uh, oren heen. En uh, die tanks, die Sovjet-tanks, die slaan de Hongaarse opstand keihard neer. Ook hier weer vallen er uh, wel dooien. En dat is een van de. Um, Meest donkere bladzijde is in de Hongaarse geschiedenis, ook in de uh, Europese geschiedenis. Want um, ja, het, het was een gebeurtenis die uh, leidde tot heel veel ophef in de wereld. Van ja, hoe komt dat nou? Moet je nou kijken wat die doen daar? En het waren gewone mensen, zoals jij en ik. Die hadden eigenlijk weinig, um, weinig te vertellen, weinig uh, anders te vertellen dan we willen wat meer vrijheid, we willen wat meer eerlijkheid in het hele systeem. Nou ja, dat kregen ze dan uh, niet helemaal. Maar dan krijgen we nog het uh, Duitsland, want daar speelt natuurlijk ook het een en ander zich nog af. Daar um, gaan heel veel Oost-Duitsers vluchten via West-Berlijn naar West-Duitsland, want daar konden ze in alle vrijheid leven. Daar ging het ook goed. Maar in augustus 1961 werd dan het ijzeren gordijn, zoals we het de volgende keer gezien hebben, dichtgesodemitterd. Men um, wil niet dat um, West-Berlijn uh, West een soort springplankje wordt om naar het westen van Europa te vertrekken. Want als je iemand in West-Berlijn was en je had juist papieren, kon je vanuit het heel makkelijk een stuk door Oost-Duitsland rijden. En Dan kon je in West-Duitsland een nieuw leven opbouwen, een beter leven opbouwen. Je ziet hier nog een hele beroemde foto van um, de uh, soldaat, die ook, oh, daar moet ik niet klikken natuurlijk, die um, op wacht stond en die springt van Oost naar West-Berlijn en denkt: joh bekijk maar, ik heb hier geen zin meer in, even een aanloopje genomen, is over het prikkeldraad heen gesprongen. En uh, heeft het zich uh, goed bekeken. En niet veel later, uh, is de foto rechts daarvan, is men begonnen met het bouwen van die muur. Je kan dus niet meer daar doorheen. Niet meer mogelijk. En die muur loopt gewoon dwars door een straat. Dus als jij aan de overkant van de straat je vriendin had worden, je uh, familie, uh, bekende, je mocht niet meer van de ene naar de andere kant. Klom, klom je die muur over, probeerde je dat, dan had je natuurlijk een dik probleem. Dan kon je het uh, wel shaken. Nou, je ziet hier, uh, waarom komt die Berlijnse muur eigenlijk uh, te staan? Nou, men het laatste gat dichten om dat ijzeren gordijn ook echt dicht te maken, pot dicht te maken. Um, eigenlijk was het volgens de regering van de DDR om uh, het DDR te beschermen tegen het westerse fascisme en het kapitalisme. En oeh, oe, dat is allemaal slecht. En oeh, oeh, daar moet je niet uh, in meegaan. Maar dat is natuurlijk de grootste onzin. Men wilde gewoon de mensen daar houden. Want ja, men zag ook in het Westen ging het ook een stuk beter economisch gezien. En ja, als het economisch beter gaat, um, dan gaat het met de landgoed, dan gaat het met de bevolking ook goed. En dan heb je weinig reden te klagen. Als het slecht gaat, economisch gezien, dan wordt er, uh, een hele hoop, uh, komt er een hele hoop onrust. En um, ja, dat, uh, dat ontstaat. Dus die ja, gevreesde Berlijnse muur. Tegenwoordig is het, uh, staan er nog stukken in Berlijn overeind. En uh, de stukken van de muur die zijn tegenwoordig nogal wat geld waard als je die uh, binnen hebt. Want het was een symbool van uh, ja. Wederom van um, het, het kleineren van de bevolking, het, het, het ja, indammen van de bevolking, je vrijheid werd weer beperkt. Daar waar jaren en eeuwen daarvoor hard voor gestreden was om vrij te kunnen zijn, werd die vrijheid nu weer afgenomen. En dan zie je hier zo'n, um, hoe dat eruit zag allemaal, hebben ze links het uh, West-Berlijn gedeelte en hoe meer je naar rechts gaat, kom je in het Oost-Berlijn terecht. En je ziet in het Oost-Berlijn, daar hebben ze nog uh, ja, van alles uh, tussen staan. Dus je hebt niet de daadwerkelijke muur, maar er zijn er nog... Ja, Open ruimte, dus wachttorens tussen, uh, er liggen allemaal prikkeldraad, uh, grachten, greppels gegraven. Om het maar onmogelijk te maken om van Oost-Berlijn naar West-Berlijn te vertrekken. Je kon wel reizen, er waren checkpoints, daar kon je doorheen, maar dan moest je de juiste papieren hebben en op tijd weer terug zijn om daar um, om naar huis te gaan. En als je te laat was, dan kreeg je natuurlijk flink wat problemen. Nou ja, vluchten, dat zit er eigenlijk bijna niet meer in. Het is eigenlijk uh, dicht. Je ziet nog een aantal van die uh, rode uh, punten staan. Uh, dat, is, dat zijn die doorgangspunten. Uh, Checkpoint Charlie is uh, de bekendste daarvan. Die ligt in het uh, midden. Nou, als je even heel goed kijkt bij de Baanhoffriedstraße. En daar een beetje links van staat Checkpoint Charlie. Dat staat er nog steeds. Daar kun je naartoe gaan. Dat is een toeristische attractie tegenwoordig. Uh, althans in de coronacrisis mag het niet. Maar als dat weer weg is, dan kun je daar naartoe gaan. Kunnen een keertje gaan, uh, gaan bekijken. Um, vluchten kan eigenlijk bijna niet meer. Het werd nog wel eens gedaan. Uh, er zijn wat vluchtpogingen succesvol geweest. Mensen die zich bijvoorbeeld in een... Uh, in de auto hadden gezet en hadden ze de stoel uitgehold. Dus er zat iemand in de stoel als het ware. Ze hadden alle uh, um, opvulling eruit gehaald, hadden zich in een stoel uh, verstopt, uh, onder de auto geplakt, uh, verzin het allemaal maar wat. Uh, allemaal drukjes uitgehaald in de hoop dat ze van de Sovjetsector richting de uh, Amerikaanse uh, gedeelte konden gaan. En dan kun je hier een hele mooie foto zien, toen de Blijnse muur nog uh, recht overeind stond. Lopen deze mensen nou een Oost- of west dat is een Hele goede vraag. En als we terug zullen gaan naar, uh, even kijken, deze dia, dan zou dat in feite heel logisch en simpel beantwoord moeten worden. We zitten namelijk in het West-Berlijnse deel, als je goed kijkt, want ze lopen hier over straat, zien de muur, want um, die Oost-Berlijnse mensen konden absoluut niet zo dichtbij komen bij die muur, en dat zie je ook in deze slide dus. Want uh, nou, links nogmaals, dan zie je de West-Berlijnse gedeelte, dan kun je echt langs de muur aflopen... En hoe meer je naar rechts gaat, dan kom je dus in het oostelijke gedeelte van Berlijn terecht. Maar dan kun je dus niet zo dicht bij die muur komen. Er zit nog een heel, heel stuk, een aantal meters in um, waar mensen niet mogen komen. Dat was die uh, zone waar de normale mensen niet mochten komen. Dus probeerde je dat wel, kwam je daar, dan kreeg je meestal een kogel door je hoofd. Werd er niet gevraagd, werd er meestal gewoon direct geschoten. Zo uh, was het dan wel. Nou, in 1963 bezoekt Kennedy um, West-Berlijn. En dan zegt hij de beroemde woorden: ik ben een Berliner. Je ziet hem ook in je boek staan. Er is een foto aan toegevoegd, en een pijltje bij waar uh, Kennedy precies staat. En um, waarom hij die woorden zegt, dat is heel simpel. Hij um, wil solidair zijn met de West-Berlijners. En ze, hij wil ze niet in de steek laten. Want ja, West-Berlijn is ook natuurlijk op slot. Uh, dat vinden de mensen ook helemaal niks. En hij zegt eigenlijk: jongens, ik voel met jullie mee. Wij zijn allemaal één. En nou, we moeten ervoor zorgen dat we samen hier um, door kunnen komen. Dat we deze periode kunnen afsluiten. Nou, we krijgen dus die wapenwetloop tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. In 1949 heeft de Sovjet-Unie uh, zijn eigen atoombommen uh, ontwikkeld en dat leidt dan tot een balans van wederzijdse afschrikking. Men denkt, oh jee, yeah, moeten we niet hebben, uh, geen oorlog maken, want de ander heeft dezelfde wapens. Daarnaast krijgen we een ontwikkeling van de ruimtevaart. In 1957 lanceren de Russen uh, de Sputnik, dat is een satelliet die bruikbaar is voor spionage en coördinatie. En Amerika denkt, oh nee, Oh nee, dit moeten we niet hebben. Men schrikt, men is bang en denkt, oei, ze kunnen ons nog van boven in de gaten houden. Wij moeten heel snel aan het werk gaan. Maar het waren toch de Sovjets die uh, veel sneller waren. Bijvoorbeeld het hondje Laika, um, dat was de eerste, uh, eerste wezen der aarde dat uh, op ruimtevaart ging in 1957. Uh, helaas heeft het hondje het niet overleefd, want uh, op de terugreis richting uh, de aarde is uh, dat hele uh, capsuleapparaat uh, nou ja, verbrand. Dat rondje is uh, niks meer van overgebleven. Een uh, wat jaartjes later, in 1961, was het Yuri Gagarin... de eerste mens die een baan om de aarde maakte in een, uh, in een raket... die daar uh, in zat en ook veilig op, uh, op aarde terecht kwam. Nou, de Verenigde Staten die zetten alles op alles... om daar natuurlijk zo snel mogelijk overheen te kunnen komen. Maar je ziet dat de Sovjets eerder waren. Eerder waren met een wezen de ruimte in te sturen. Eerder waren met een persoon een baan om de aarde te laten maken in zo'n uh, raket... En die Verenigde Staten, de Amerikanen dachten ook, oh jongens, ze moeten echt gas gaan geven, we moeten daar wat gaan doen. En in 69, dus acht jaar nadat de Sovjets iemand de ruimte in kregen, is Neil Armstrong de eerste mens op aarde. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Er zijn heel veel mooie documentaires overgemaakt, zeker de moeite waard om een keertje te kijken. Bijvoorbeeld op, op RTL Z, um, dat kun je volgens mij ontvangen uh, met alle televisieaanbieders tegenwoordig. Er zijn nog wel eens documentaires over Neil Armstrong, ook over de Koude Oorlog uh, en dat soort dingen. Heel interessant om een keertje te bekijken hoe dat uh, zich uh, allemaal heeft uh, ontwikkeld, die hele ruimtevaart. Daar hebben we natuurlijk nu heel veel profijt van. Denk natuurlijk alleen maar aan uh, het GPS-verhaal, dat Google Maps werden als je een keer eigenlijk moet zijn, niet met de weg kwijt. Hè? Dat is daar dus voor bedoeld. Nou, de Cuba-crisis dan, dat is het hoogtepunt van die Koude Oorlog. Wat is er nu aan de hand? We hebben Kennedy tegenover Fidel Castro. Maar in 59 wordt Cuba communistisch onder leiding van die Fidel. En die uh, Amerikanen denken: oeh, oe, wij moeten um, wat, uh, um, <tossimus> wat dingetjes gaan regelen. Wij moeten daar eventjes uh, binnen gaan vallen. Maar dat mislukt. Dat mislukt gigantisch. Um, want ze proberen Castro te verdrijven. Het is dus niet gelukt. Dus ja, Castro kreeg alleen maar meer argwaan richting die uh, Amerikanen. En Castro zegt: er is eigenlijk maar één uh, land, één persoon waar ik mij toe kan uh, bewegen. En dat is de Sovjet-leider Dat is de man die in de Sovjet-Unie op dat moment de baas is. En die denkt: hé, hey, dat is leuk. Er is een communistisch land op steen, maar op afstand van de Verenigde Staten. Daar moeten we eens even goed gebruik van gaan maken. En als de Amerikanen dan dit ontdekken. Ja, dan breekt alle hel los. Dan is het, helemaal, uh, is het einde helemaal zoekt. Zij zien namelijk een lanceerbasis voor uh, raketten op Cuba. En je ziet erbij staan dat er launchpads zijn en dat er uh, een aantal dingen geregeld zijn. tenten, dus er zitten soldaten en er is een opslagplek voor het een en ander. En men is gewoon bang dat die uh, raketinstallaties bedoeld zijn voor atoomwapens. En die, die angst wordt ook nog eens waarheid. En je ziet heel erg goed dat Cuba heel erg dicht bij de Amerikaanse keuzelijst, bij Miami, uh, je kan heel snel um, uh, New Orleans, Miami, Houston bereiken, maar ook uh, New York, uh, Washington DC, natuurlijk hè, de plek daar waar uh, het grote Amerikaanse maxapparaat zit, waar het witte huis staat. Dus men is gewoon onwijs bang. En als men dan ook nog een keertje hoort dat er vanuit de Sovjet-Unie schepen onderweg zijn met raketten. Die een kernkop bevatten, dus atoomwapens. Ja, dan is het natuurlijk helemaal feest. En uh, daar zijn er foto's van uh, gemaakt, natuurlijk door uh, spionagevliegtuigen. En die waren op weg richting uh, het Cubaanse, met die kernwapens. En de Amerikanen denken, ja, eigenlijk niet vriend. En die gaan een uh, blokkade oprichten rondom Cuba, om ervoor te zorgen dat die schepen er niet komen. En dit is dus eigenlijk het grote moment, de grote test tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Wat gaan we doen? Je ziet Kennedy hier staan. Er is heel veel spanning in dat Witte Huis. Men is heel gespannen. Men gaat, krijgt telegrammen over en weer wat men allemaal eist en niet eist. Maar gelukkig, echt gelukkig, is de wereld ontsnapt aan een atoomoorlog. Kennedy die zegt namelijk: Yo, Als je eens doorgaat, dan blaas ik Moskou af op. Als die kernkoppen Cuba gaan bereiken. Maar Grootjof die denkt: mmm, Moeten we dit nou of wel of niet doen? Nou, die denkt: doe maar niet, we laten de schepen omkeren. We gaan dat niet in. Uh, op onze nek halen. Hij zegt wel: luister, heel erg goed. Uh, wij draaien om. Wij gaan dus daar niks meer neerzetten op Cuba. Maar jullie halen onder andere een aantal raketten weg uit Turkije, Italië en Groot-Brittannië. En heel erg belangrijk: er komt een rode hotline. Dat is die rode telefoon. Er is een directe verbinding tussen het Kremlin in Moskou en het Witte Huis in Washington, DC. Dus als je die telefoon opneemt, je hoeft niet niks in te toetsen. Je ziet geen druk of draaiknoppen. Dan heb je direct een verbinding met je collega in uh, aan de andere kant van de lijn, zodat er heel snel uh, gepraat kan worden. En dat is eigenlijk het begin van de ontwapening. Ontwapeningsgesprekken. Je ziet ook het hele mooie plaatje rechts staan. Let's get a lock for this thing. Dan dus zie je Kennedy en Grudgeov opzitten. En er, staat, er komt een heel groot monster met een heel veel rook. En dan staat op de doos nuclear war, uh, atoomoorlog. En ze zeggen tegen elkaar, en tot hier en niet verder. We moeten in gesprek gaan om dit uh, monster te bedwingen en nooit meer uit die kist te laten. Maar er komt natuurlijk nog een ander probleem om de hoek kijken: de oorlog in Vietnam. Laos, Cambodja en Vietnam, dat was Indochina vroeger en dat waren Franse koloniën. En in 1945 start de Vietnamese oorlog tegen Frankrijk om onafhankelijkheid. Dus hè, net als uh, Nederlands-Indië dat uh, heeft gehad, hebben uh, de Fransen ook een kolonie moeten laten gaan in Azië. Nou, in 1954 verliest Frankrijk die oorlog, want ja, het heeft lang genoeg geduurd. En krijg je in Vietnam een splitsing, eigenlijk net als in Korea, het noorden. Is eh, communistisch en ligt ook heel dicht bij China, zoals je heel erg mooi ziet. En het zuiden is meer pro-Amerikaans, terwijl men toch graag het kapitalisme gaat inhouden. Dus een beetje, nou ja, we hebben het een beetje, laten we zeggen, eerlijk verdeeld. Daar komt in de feite op neer. Maar, die Amerikanen gaan zich bemoeien met Vietnam, want men is bang dat die, uh, dat, dat land gaat uh, omvallen en dan richting het communisme gaat. We noemen dat ook wel de domino-theorie. Als één land valt, één land valt, dit zie je ook heel mooi staan. Als Vietnam omvalt, dan valt Laos, Cambodja, Thailand, eh, Burma, India en Bangladesh ook allemaal om. En die Amerikanen moeten dat natuurlijk tegenhouden. En dat komt vanuit de Truman-richt, de Truman-doctrine. Die man, hè, de uh, president van Amerika, net na de Tweede Wereldoorlog, die zei: hey, We moeten er alles aan doen om het communisme in te dammen. En die Amerikanen gaan dus die uh, Vietnamezen, die Zuid-Vietnamezen, helpen. Vanaf 1964 worden er steeds meer soldaten gestuurd om de Vietcong, dat is dit communistische. Uh, een groepering die dan het communisme in heel Vietnam uh, wil realiseren, om die tegen te houden. Nou, China, de Sovjet-Unie en Noord-Vietnam, die steunen die Vietcong. Die zeggen, hé, hey, dat is een goed idee, want dan krijgen we natuurlijk wel meer macht en meer aanzien. Maar ja, goed, die Amerikanen zullen natuurlijk wel heel veel meer. Maar ondanks dat militaire overwicht, wisten ze niet de oorlog in Vietnam te winnen. En daar zijn een aantal verklaringen voor te vinden. Ik loop ze kort met je door. Die Vietcong, die vocht een guerrilla-oorlog. En dat wil zeggen, ze wisten niet precies wie de vijand was. Kijk, in de Tweede Wereldoorlog wist je precies, daar Duitsers en dan niet. Dat lag aan het uniform, dat lag aan de helm, dat kon je allemaal zien. Maar nu zag je dat niet. Het waren gewoon de mensen. En ja, die konden gewoon hun wapens eigenlijk verstopt hebben in de bush-bush. En uh, daarna de wapens weer oppakken. Plus het was een vrij onbegaanbaar terrein. Hè? Uh, men zit midden in de jungle vaak te vechten. En ja, het was gewoon heel erg moeilijk om erachter te komen, dat is de vijand, die moeten we hebben. Want de Amerikanen konden natuurlijk niet maken om ja, gewoon alles plat te bombarderen, want dan kwamen ook heel veel onschuldige mensen om. Die Ho Chi Minh route, dat is de route waar langs de Vietcong uh, vanuit het noorden bevoorraad werd, die was niet te verwoesten. Die liep dus ook ja, door de jungle, uh, door de bergen of de rivieren, noem het allemaal maar op. Ja, die kreeg je bijna niet uh, kapot. Plus, die Vietnamoorlog was de eerste televisieoorlog. Mensen zagen... Wat er uh, gebeurde, dat er heel veel verschrikkelijke dingen aan de hand waren. Zo meteen laat ik je een aantal foto's zien, en dan snap je ook wel waarom mensen gaan roepen: ey, en nou moet het stoppen dan mee. En ook buiten Amerika krijgen we dan demo demonstraties om de oorlog in Vietnam te stoppen. Andere kant op klikken. Je ziet hier uh, bijvoorbeeld uh, bovenaan: je ziet dan de soldaten zitten van die Viet Cong. Ja, die weten dus, uh, ja goed, uh, wij verstoppen ons wel. Die Ho Chi Minh-route ook, hè, daar waar die bevoorrading plaatsvindt, ja, door de jungle heen. Moeilijk te zien waar ze precies uh, plaatsvinden. En dan zie je links onderin die beroemde foto van uh, het meisje dat uh, zonder kleren rondremt. Kim Poek is al zeggen, nou, die zal wel geschrokken zijn. Nou ja, die is ook geschrokken, want de Amerikanen hebben napalmbommen op haar uh, dorpje laten vallen. En napalm is een goedje dat bijt. Dan krijg je heel erg, uh, heel erg vieze brandwonden van. En haar hele rug is volgegooid met dat goedje. Die, zij staat dus letterlijk in brand. Ja, haar huid dan. Het is niet dat je echt brand ziet, maar ze heeft een hele verbrande huid en zei je gilt het uit van de pijn. Je ziet er alleen maar kinderen gaan. De dus soldaten, dat zijn mannen, maar voor de rest zijn het alleen maar kinderen. Maar wat hebben die kinderen nou gedaan? En dan krijg je dus, zoals je rechts onderin ziet, de roep om stop die Vietnamoorlog nou. Dit heeft al lang genoeg geduurd. Dit is klaar geweest. En die roep wordt in Amerika steeds luider, maar ook in de landen daarbuiten. En dan zie je dat in 1964 die gevechten steeds heviger worden, worden steeds uh, sterker en, uh, en heftiger. Maar op een gegeven moment zeggen ze: ja, dit, dit is gewoon niet te vinden. En in 1969 besluit Amerika om die grondroepen te gaan terugtrekken... om soldatenlevens te sparen, maar ook natuurlijk de levens van de mensen daar. Um, maar ja, de luchtaanvallen op Noord-Vietnam worden steeds heviger... om die communisten aan de onderhandelingstafel te krijgen. Om ze dan maar te dwingen van kom hier nou zitten, anders dan bombarderen we nog meer. En dan hebben jullie natuurlijk niks meer over, dan is straks het hele land weg. Nou, in 1973 dan gaan Noord-Vietnam en de Verenigde Staten een vredesverdrag sluiten. Van oké, okay, het is nou eigenlijk goed geweest, we hebben het uh, gehad... En de Amerikanen trekken zich dan volledig terug uit Vietnam. Die vrede heeft twee jaar geduurd. En in 1975 heeft Noord-Vietnam heel Zuid-Vietnam nog uh, te pakken gekregen. En is het alsnog communistisch geworden. Dus wat hebben we nou gehad? En die hele Vietnamoorlog? Niks. Totaal niks. Onnodige oorlog. Nou, dat is het einde van paragraaf uh, 4.3. De Koude Oorlog op zijn kookpunt. Waar we gekeken hebben naar het Wirtschaftswunder. Het grote wonder in uh, het West-Duitse. Uh, Gebied in de BRD. De DDR, daar was het niet zo fijn. Net zo min als het in de Oostbloklanden was. We hebben gekeken naar de Berlijnse muur, naar de Cuba-crisis en daarnet naar de Vietnamoorlog. Nu weer tijd om te gaan werken aan de opdrachten die deze week centraal staan. En volgende week heb je weer een nieuw fragment om te luisteren. Dan gaan we ons focussen op het einde van die Koude Oorlog, want dan gaat het ijzeren gordijn namelijk open. Succes met de opdrachten, tot de volgende keer.